Het is deze maandag 19 jaar geleden dat de laatste LST-tocht op de schaats werd verreden. Op zaterdag 4 januari 1997 vertrokken bij het ochtendgloren de eerste van duizenden wedstrijd- en toerrijders die de tocht der tochten wilden bedwingen. Winnaar werd spruitjesteler Henk Angenent. Hij wist nog net voor Erik Hulsebos over de finish op de bonken te glijden. De LST-tocht van dat jaar werd overigens in no time op touw gezet. Op de donderdag voor de tocht klonk het verlossende It Geert On van voorzitter van toen Henk Kroes. Ja, het is vandaag 4 januari 2016 inmiddels. Ja. 19 jaar geleden dat de LST-tocht plaatsvond. Wat weet u nog van die dag? Nou, alles nog. Ik was er van de morgen wekker. En toen skeert het me inderdaad weer in het zin. Het was een fantastische tocht vanzelf. Heel mooi waar. Mooi ijs. En we hebben nog nooit zo hut georganiseerd. Want op tongensdagmorgen om 11 uur hier een persconferentie. En sneeuwtemorgen om Jelve Seidengongen van start. Nou, het is ongelooflijk dat in zo'n kwarte tijd in slagen binnen om zo'n tocht te organiseren. Dat is een monsterklus, lijkt mij. Ja, het weet ik, een monsterklus. Maar we hebben het voordeel dat het in 1996, het jaar daarvoor, dus net trokken weer op het laatste moment. Dus alles en iedereen stond op scherp. Alle draaiboeken werden opnieuw bijgesteld. En we hebben dat hier mooi oefenen kunnen. En daardoor konden we dus nooit trokken. En we woonden ik zei hut, omdat wij van het KNMI het bericht kregen van OW jongens avanceren, want het zou wel eens wijze kennen dat het snijn begint te taaien. Ja. En we woonden absoluut net dat het tussen de vingers glierde zou. Dus toen hebben we oerlijn. Ik met de oerhiet, ken je mij? En die zijn ja, en toen hebben we ja zijn. En we winnen er klaar voor op sneeuwtemorgen. Nou, dat is een ongelofelijke prestatie en wat alleen nog maar ken mij, omdat heel Friesland op dat moment op kop stiert. Iedereen mij werkt en alle vrijwilligers die te klaar staan. En dat is krijgen het geweldige van die Alversterretocht. Iedereen die mij dacht. Het was in 97 was het al een behoorlijke tijd geleden dat hij voor het laatst werd gereden. Dat was in 86. Ja, nu zitten we bijna weer op zo'n periode. Ja, het is heel triest. Je hoort voor het eerst dat wij een beetje frost gaan hè, deze winter. Nou, en dat de laatste jaren helemaal net meer. Ja, 2012 liggen het er een beetje op. Maar er is eigenlijk een enige keer geweest in die hele njontje hier dat het direct maar even op liggen heeft. Dus we kunnen wel zien dat er volle meer verorend. Want tussen 63 en 84 heeft het 12 waren hierdoor. Maar daar hebben we nou wel strenge winters gehad. In Jon Sander bijvoorbeeld gingen we een hele strenge winter. Maar toen konden we het net organiseren omdat er sneeuw lag op het ijs en dat weer tijd. En we konden net een baantrok krijgen, maar geen mogelijkheid. Maar het was een strenge winter. Sneeuw is altijd wel een spelbreker bij de LST-tocht. Ja, sneeuw is desastreus. Dus dat hier heeft het voordeel dat het in 1997 vrijwel geen sneeuw lag. En heel even een beetje, maar daar hier geen last van. En ja, dat weer perfect toe. Dat kon net beter. Het was ook een prachtige tocht. Natuurlijk met de finish weer op de Bonkenvaart in Leeuwarden. Een massa mensen stond daar. Ja, dat is enorm. Nou, ik zag wat er alle gestieën aan voorzieningen voor de passen. Dat hele stuk van de Grenzenstrut waar dat stier groot vol. En ik alle mensen die eromheen winnen aan beide kanten van de veert. Nou, dat wie echt, dat ik dat nou let aan denk, ongelooflijk, zijn ervaring. Hoe lang ben jij dan op zo'n dag dan in het touw? Nou ja, hier binnen al heel lang in touw. We winnen met de crisisdagen, we winnen al dwaande. En wij hebben alle dagen vergaderen. Het was een hele bijzondere audition, weet ik nou wel. Van ja, je wint continu met de organisatie aan de gang. En de rest van die dagen is mij gewoon terug. Ja, wist eigenlijk niks van. We winnen alleen hier maar mij aan de gang. Met een klein beetje vorst, wat inderdaad de rest van het land al wat, ja, die begint de spanning al wat te kruipen. Hier in Friesland zijn we nog wel wat nuchter. We denken, doe vandaag wel even mee, omdat het 19 jaar geleden is vandaag. Maar het wordt er voorlopig nog niet, hè? Nee, dan wordt het al het verorie. Maar goed, we zijn nog in maart. En we hebben in 1984 en 1986, via het pas 1 februari, dat er een dag gebeurde. Dus ja, ik bloe altijd optimistisch. Zie je voor jezelf nog een rol weggelegd bij een komende LST-tocht? Nee, ik zit net meer in een organisatie en als je er een keer uit bent, dan moet je voortwijzen. En er is in tijd ik een heel soort verloren. Qua draaiboeken ben ik enorm bijgesteld, dus je zit er ik net meer in. Maar we hebben een knap bestuur op dit stuit, die kennen er best maar redden.